Het zijn niet alleen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die hier begraven liggen. Ook soldaten die tijdens recente vredesmissies om het leven kwamen, hebben hier hun laatste rustplaats gekregen. En hun oude makkers komen elk jaar in grote getalen naar Loenen om de herdenking bij te wonen. DVBA is een, de Dutch Veterans Bikers Association, zoals dat heet. Het is puur een vereniging waar elke veteraan die motorrijdt lid van kan worden. We hebben allemaal iets gezien en meegemaakt. Heel veel jongens hebben daar ook last van. De doelstelling dat we puur alleen met veteranen willen rijden is dat we elkaar aanvoelen. De broederschap die we in het leger hadden, in missies hadden en dergelijke, dat komt weer terug in die vereniging. En ja, dat trekt elke veteraan aan. Ik ben op missie geweest in Libanon, in de overgang 1982-1983, als IP-chauffeur. En wij zaten eigenlijk net na de Israëlische invasie, waardoor de spanning in het gebied erg groot was. Alleen gelukkig wel de rust redelijk aanwezig was. Maar even goed spannend. Alleen niet beseffende dat ik na 30 jaar last zou krijgen van een aantal zaken in mijn onderbewustzijn. Druk, nachtmerries, vechtpartijtjes in bed, springen, niet omdraaien, maar omspringen. En uiteindelijk wees mijn vrouw mij daarop van, joh, wat doe je allemaal s'nachts? Ik zit 23 jaar binnen Defensie en ik merk dat er gewoon een gigantische brotherhood in deze club zit. De passie, maar ook als ik problemen heb, dan is een belletje en ze bellen je gelijk op. En we kletsen met elkaar, zoals vandaag ook. Dan is het niet alleen maar motorrijden of loenen, maar als je dingen thuis hebt, kan je hier ook gewoon kwijt. Want er zit zoveel ervaring in deze club. Al zit je niet in een situatie als bijvoorbeeld een veteraan, ik denk dat het herkennen of het herdenken van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook van de latere missies allemaal, dat een ontzettend belangrijk iets is. Mensen geven een deel van hun leven om de vrijheid te bewaken. En ik vind dat op de juiste manier herdacht moet worden. Herdenken is meer dan alleen terugkijken. De verhalen leven voort. De verhalen worden gedeeld met jonge mensen. En door het delen van de verhalen weten ook uw en mijn kinderen en kleinkinderen straks dat vrede en vrijheid kostbare geschenken zijn. Dames en heren, jongens en meisjes. Vrede vraagt moed. Het klinkt door in de strengheid van de moeder die geleerd heeft hoe honger smaakt. En door in de dromen van de vader die nog steeds onrustig slaapt. Door in de buikpijn van de dochter. Ik ben het water van in de beginnen. Ik ben de moeder van al wat leeft. Je kunt mij verlaten. Je blijft me beminnen. Want ik ben de schoot die neemt en geeft. Leef maar. Je leeft toch uit mijn bronnen. Schrijf maar. Je schrijft toch met mijn bloed. Al wat bestaat is in mij begonnen. Ik ben je gemis en je overvloed. Slaap maar met mij, want ik ben je dromen. Ik wil je wiegen, je bent mijn kind. Loop maar. Ten slotte zul je komen waar je begon en waar alles begint.
tijd waarin uitsluiting en overheersing leiden tot onderdrukking. Voluit! Pas!